Welkom op de Driesta Hogeschool. Leuk dat jullie vandaag onze online open dag bezoeken. Wij gaan vandaag jullie veel meer vertellen over alle verschillende opleidingen die wij hebben. Alle vragen kun je stellen in de chat. En we hebben een heel team van docenten en studenten speciaal klaarstaan voor jou om jouw vragen te beantwoorden. Wil je meer weten over onze hogeschool? Kijk dan op de website. Daar vind je allerlei leuke informatie en video's die je meer vertellen over onze opleidingen. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We wensen je een hele fijne online open avond toe. En we hopen dat je een goed beeld krijgt van de sfeer en onze opleidingen. En dan hoop ik jullie hier binnenkort te zien als student van de Driesta Hogeschool. Ja, welkom bij de livestream rondom de APEP-opleiding. Fijn dat er wat tafelgasten zijn. En dat jullie nu het een en ander gaan horen van drie mensen die van alles gaan vertellen over de ADPEP. Links van mij zit Laura, ze gaat zich straks zelf introduceren. Daarnaast zien we Daniel. Daniel is student, Laura is docent. En voor jullie rechts zit Evert, dat is de studieleider van deze opleiding. Laura, ik wil met jou beginnen. Ik wil kort even jezelf introduceren. Ja hoor, ik ben Laura Zwoofrink. Ik ben docent bij de ADPEP-opleiding. En daarvoor heb ik jaren in het onderwijs gewerkt als leerkracht en als directielid. En in mijn functie als adjunct-directeur heb ik ook veel te maken gekregen met kinderopvang. Ik had ook opgestart bij mijn school. En dat kan ik nu weer delen, die expertise, zeg maar, ook binnen de ADPEP-opleiding. Mooi, dankjewel. En jij noemt gelijk heel praktisch de kinderopvang. Ik denk dat we daar straks nog wel even op terugkomen. Maar dat is blijkbaar heel belangrijk dat je daar het een en ander mee gaat doen straks. Daniel, jij bent student. Ja, klopt, ik ben Daniel. Tweedejaars student. Dus nog een drie maandjes, dan hoop ik klaar te zijn. Ik werk in de begeleiding van jongeren met lichte beperking of gedragsproblemen. En ik begeleid hen met schoolse activiteiten of buitenschoolse activiteiten. Ik werk samen met hun leerdoelen en probeer hun weer verder te helpen. Mooi. In hun ontwikkeling in de maatschappij. Dankjewel. Dus jij werkt al en het is meteen ook je stage. Nou, daar komen we zo nog wel even op terug. En dat is weer een hele andere doelgroep, hoor ik. Dat is geen kinderopvang. Nee, klopt. Nee. Nou, we houden jullie nog even in spanning. Maar er zit heel wat in de ADPEP-opleiding, dat hoor je al wel. Evert. Ja, ik ben dus Evert de Bruin, studieleider van de opleiding en al sinds de ontwikkeling betrokken erbij. En zelf ook wat jaren ervaring in het onderwijs. En genieten van op deze plek eigenlijk al die dingen samen te brengen die je al hoort. Hè? De kinderopvang, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, onderwijs. Dat komt op één plek bij elkaar in deze opleiding. Ja, en alles gericht op het jonge kind van 2 tot 18 jaar. Nou, daar geniet ik van. Dus dat, mooi, dankjewel. Onthoud dat alvast even heel goed. 2 tot 18 jaar, dat komt straks ook nog terug. Jullie kunnen natuurlijk gewoon meekijken, maar ook meepraten. Gebruik dan de YouTube-chat of WhatsApp. Het nummer staat in beeld. En een aantal vragen van de chat proberen we hier al te behandelen. Mocht dat niet lukken, dan kun je altijd vanavond nog mee gaan praten, meedenken rondom de opleiding. En dan zullen er ook nog vragen beantwoord worden. Dus word actief. En stuur vooral je vragen in. Wij gaan eens eventjes kijken naar het beroep. Hè? Wat kun je nou eigenlijk doen met na het afronden van deze opleiding? Maar voordat we dat doen, gaan we eerst eventjes naar een filmfragment kijken. Wat wil je laten worden, ja, juf? Ja, ik ook. Ik weet nog dat van kleins af aan dat ik altijd juf wilde worden. Ik zat altijd andere kinderen aan het helpen in de klas, want later ging ik juf worden. Ik heb gewoon mijn moeder gevolgd. Mijn moeder was juf en ik vond het al als kind geweldig om met haar mee te gaan. Ja, ik wilde op maandag tandarts, dinsdag dokter, woensdag iedere dag wat anders. Veel beroepen, ja. Ja. Iedere dag wat anders. Ik wilde juf worden en toen dacht ik, middelbare school is toch wel leuker. Ja. Dus ja, toen is het middelbare school geworden. Ja, het stage lopen, toen dacht ik echt, met mensen werken, dat is echt wel wat ik wil. Dus toen ging bij de pubers kijken of ik dat iets vond. En daar werk ik met plezier. Ja, ik vind het heel belangrijk dat elk kind weet dat hij er mag zijn. En dat hij geliefd is. En
Nou ja, we weten ook dat dat bij heel veel kinderen niet het geval is in Nederland. Lesje staatsrecht geven aan kinderen is ook prachtig. Eens dat het staatsrecht vinden we saai. Maar als je dat werkelijk gaat doen met discussie voeren, hebben ze eens allemaal een mening. Ja, maar dat kun je daar echt heel leuk doen. Welke groep heb jij nu eigenlijk? Ik heb nu groep 3-4. En uiteindelijk is mijn doel hiervoor van groep 8 vol pubers. Zo, pittig, pittig. Ja. Ik doe de bovenbouw, groep 7-8. Dus dan ook kinderen begeleiden of in de klas helpen of extra uitdaging bieden, zeg maar. Ja. Oh ja, leuk. Dus ook best wel veelzijdig. Humor voor de klas vind ik heel belangrijk. En voor de klas vind ik mezelf best humoristisch en lach ik om mijn eigen grapjes. Uiteindelijk vinden de kinderen dat dan ook alweer grappig. Maar gewoon door middel van een grapje, bijvoorbeeld een probleem oplossen. Je moet wel stevig in je schoenen staan of zo. Je moet wel kunnen zeggen van, hé, kappen nou, klaar. Dat je zelf ook leergierig bent, om ook te weten hoe kinderen leren, hoe ze in elkaar zitten en hun ontwikkeling en zo. Ja, en je moet goed leiding kunnen geven ook wel. Beetje sociaal. Ja, denk ik dat wel enthousiast. Je krijgt veel kinderen onder je en daar mag je gewoon iets voor betekenen. Je kan ze iets leren, je mag iets betekenen in hun ontwikkeling. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Je ziet ze ook gewoon groeien. Zeg maar gaandeweg het jaar, als je kijkt hoe ze binnenkomen. En aan het einde van het jaar, dan denk je, oh ja, dat is dus echt, jij helpt ze echt om steeds verder op te komen. Je geluk om te krijgen en je wordt ermee verwend. Ra ra ra, wat is het? Het is een compliment. Ik geef natuurlijk Nederlands en dan vind ik wel het leukste om echt een creatieve opdracht te doen met taal. Dan zie je echt die creativiteit tot leven komen in die leerlingen en dan zien ze ook hoe mooi de taal is. Ik werk heel veel met jongeren van rond de 16 en wat me altijd nog is bijgebleven is dat er een jongere naar me toe kwam en die zei, ja, wat ik nou heb gedaan, ik heb bij de supermarkt heb ik allemaal biefstukken bij mensen in hun karretje gegooid. Het is echt gebeurd. En hij zegt, ja, nu heb ik een winkelverbod, wat moet ik nu? Nou, wat een zangtalent ben jij! Nee, applausje! Zo, nou, dit komt natuurlijk sowieso in, oké? Okay. Ja. Nou, dat ging over het beroep van leerkracht. En toen dacht ik even van, hé, we zitten hier voor APEP. Word je dan docent of hoe zit dat even? Ja, dat is een goede vraag. Zoals je de intro hoorde, is het wel heel divers. Hè? We werken met jongeren van 2 tot 18 jaar. Dus er zit een hele breedte in van werkvelden. Eigenlijk is de leeftijd de enige beperking, hè, om binnen de opleiding te mogen meedoen. Hè, dus je hoort hier ook wel voorbeelden van een voortgezet onderwijs, een mbo, een kinderopvang, gehandicaptenzorg. Zit allemaal binnen de AD-opleiding. Dus daar zijn we een hele brede opleiding waar heel veel plaatsvindt, maar dus niet alleen maar het basisonderwijs. We zijn daarin breder. Nee. En ook niet het doseren, als ik het goed begrijp. Nee, dat is een goeie. We zijn een HBO-5 opleiding. En dat betekent dat in 2 jaar bij ons je opleiding kan volgen. Maar het verschil met een PABO bijvoorbeeld zit hem erin dat je daar echt een lesbevoegdheid krijgt. En binnen de AD-opleiding krijg je geen lesbevoegdheid. Dus je bent vooral op het pedagogische en het educatieve meer ingesteld en minder op dat didactisch. Ja, dus dat introfilmpje dat gaat heel veel over lesbevoegdheid. En APEP is meer gewoon het didactische verhaal en ook het ondersteunende verhaal, het begeleidende verhaal. Ja. Ja, mooi. En nu is het wel zo dat degenen die bij ons de ADPEP-opleiding gedaan hebben, versneld de PABO kunnen doen. Hè? Dus als ze 2-jarige opleiding hebben gedaan, okay, Kunnen ze daarna nog 2 jaar studeren en dan zijn ze, hebben ze ook de PABO gedaan. Mooi. Ja, dus dat is wel een heel mooie doorstroom. Wat Laura nu zegt, daar komen we straks ook nog even op terug. Dat je dus altijd door kan stromen, als je dat zou willen. Ja. Daniel, even terug naar het filmpje. Herken jij daar iets van? Ik hoor leergierigheid, leiding geven, het kind mag er zijn zoals het kind is. Je werkt met mensen, nou, er wordt best veel genoemd. Kun je daar ook op aansluiten? Ja, zeker bij de gehandicaptenzorg. Het kind mag er zijn en het kind kan iets leren. Een echte puber. Dat herken ik heel erg. Juist in een doelgroep met jongeren die vaak vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen. Dat je juist die jongeren een stapje verder mag helpen. Vaak zijn hele kleine stapjes, maar absoluut zichtbare stapjes. Dat passioneert mij. Daarmee wil ik verder gaan. Zeg maar. Ik zie jou groeien. Ik wil meer. Ik wil mooi dat jij verder komt. Ja, dat sluit heel erg aan bij wat je net hoorde op het filmpje eigenlijk. Ja. Ja, ja. Mooi. Ja. Ja, dan zie je denk ik ook heel mooi, hè, dat je niet per se aan het onderwijzen bent, om het zo te zeggen, aan het lesgeven. Nee. Maar wel heel dicht, volgens mij, als ik jou zo hoor, heel dicht bij die jeugdige staat om heel dichtbij te kunnen helpen bij het volgende stapje. Ja, ik geef geen les, ik ben geen docent.
ook een onderwijsstudent of een onderwijsstudent die door wil leren. Nee, ik werk echt in gehandicaptenzorg, maar ik wil wel leren. Op hun manier, op hun niveau iets bij kunnen brengen. Of ook voor mij, ik leer net zo hard mee. Ja, en dat sluit ook weer heel mooi aan bij het docent zijn. Hè? Dan wil je ook wat leren, je loopt een stukje mee in het leven van een kind. En dat doe jij ook. Ja, absoluut. Ja. Nu ging het ook over leergierigheid. Ja, zijn alle studenten zo leergierig dat ze zeggen, Laura, van ik wil enorm veel leren? Of hoe gaat zoiets? Zijn ze meer praktisch ingesteld? Daniel begint al een beetje te lachen. Ja, nou, het is denk ik beide. Heel veel studenten zijn praktisch ingesteld en dat is heel mooi. Maar daarnaast willen ze ook verdiepen en willen ze dus ook graag leren. En daarom kiezen ze voor onze ADPEP-opleiding. En je ziet ook juist dat datgene wat ze in de praktijk neer kunnen zetten, dat versterkt wordt door de theorie die ze bij ons ook leren in de opleiding. En waar wij heel erg voor gaan is dat ze de theorie en de praktijk aan elkaar kunnen koppelen. Dus dat ze gedrag van kinderen beter kunnen verklaren van ja, daarom doet het kind zo, daarom heeft het kind dit gedrag. En dat zien we in de praktijk ook echt bij de studenten gebeuren. Ja, ja, mooi. Zeker. Ja. Ja. Dan ga ik een beetje een cliffhanger maken, denk ik. Dat gebeurt toch ook in een niveau 4 opleiding, wat jij nu vertelt. Waarom dan toch ook niveau 5? Ja. Evert wil ook graag wat zeggen, hoor ik. Popelen, ja. Ja, dat snap ik, maar Laura ook. Ga je gang, hoor, Evert. Ja? Ja, wat zeg je? Ja? Nou, het is zo dat je, zeker als je kijkt naar MBO 4 studenten die bij ons binnenstromen, dat ze al een hele mooie basis hebben om zeg maar te werken in een van de 4 onderwerpen zeg maar binnen de ADPEP-opleiding. Maar daarnaast zoeken ze verdieping en willen ze ook graag dat datgene wat ze in de praktijk kunnen betekenen voor de jeugdigen, dat krachtiger wordt. En daar heb je de theorie voor nodig. Daar heb je de theorie voor nodig en die kun je vervolgens weer verbinden aan de praktijk. En dan zie je ook dat er soms een doorstroom is van studenten die nu als onderwijsassistenten binnen de opleiding en ook binnen hun werkveld functioneren, dat ze toch door deze opleiding verder kunnen groeien. Mooi. Dat ze dus professioneler worden. Daniel, kun je dat aanvullen? Want jij komt ook van een niveau 4 opleiding. Ja, ik heb net een aantal jaar geleden mijn mbo afgerond. En wat ik toen ook al veel ervaarde, is ik had gewoon mijn werk en dat ging supergoed. Maar toch regelmatig. Dat was ook in de gehandicaptenzorg? Ja, zorgboerderij. Okay, ja. Dus toen, maar toen dacht ik vaak van, joh, ik doe het wel, maar waarom doe ik het zo? Waarom? Ik weet dat het goed is om iemand intrinsiek te motiveren, maar waarom is het goed om iemand intrinsiek te motiveren? Dat je gewoon ook weet van wat de theorie erover zegt. Denk ik, dus zo werkt het, zeg maar. Ja. Dus het geeft ook zelfvertrouwen dat je ook weet waarom je iets gewoon doet en ook dat je het kan onderbouwen. Dat wil ik gewoon jou vragen. Sta je dan sterker in je schoenen, als het ware? Ja. Ja, het is leuk om te zeggen van, joh, ik weet waar dit vandaan komt, waar dit op gebaseerd is. En het geeft ook vertrouwen dat je, ja, maar de theorie zegt wel dit. Dus wat ik doe, doe ik ook gewoon met een legitieme, goede reden. Ja, ja, ja. Ja. Mooi, dankjewel. Ja, en dat onderbuikgevoel wat je vaak al hebt in het werk, wat je vanuit MBO 4 ook heel sterk krijgt. Je bent in je stages daar bezig om dat te ontwikkelen. Het mooie is dat je het onderbuikgevoel wat je daar hebt, dat je hier dus gaat versterken en dat je dat kan voeden. En je hebt studenten dus heel sterk vanuit dat onderbuikgevoel, wat jij zegt, die theorie eraan gaan koppelen. En je hebt studenten die zeggen, nou geef me die theorie en ik ga dat eens uitproberen in mijn praktijk. Maar continu, die wisselwerking is heel leuk in het HBO 5. Dat gebeurt daar enorm veel. Wat mooi, dus er is echt een koppeling tussen theorie en praktijk. Ja, absoluut. En dat helpt misschien ook mee, hè, dat je natuurlijk je werkplek ernaast hebt. Dus het is niet meer van, ik ga eens 2 dagen ergens kijken en dan ga ik weer de boeken in. Het is elke keer wat je op vrijdag leert. Dat kun je in principe op maandag en dinsdag weer toepassen. In praktijk brengen. En dat neem je weer lekker mee je klas in. Dus dat werkt op die manier heel fijn. Ja, mooi, helder. Nou horen we ook heel vaak het woord beroepstaken vallen, beroepsprofiel. Nou, dat is ook wel een theoretisch dingetje. Wat houdt dat in, Evert? Kun jij dat vertellen? Ja, je zegt theoretisch. Ja, daar ben ik het natuurlijk niet helemaal mee eens. Want we hebben niet voor niks praktijk in onze opleiding. We hebben een aantal dingen gezegd aan het begin van waar moet nou die professional aan voldoen. Hè? Je wil weten, wat heb ik aan deze opleiding? Nou, dan heb je een buitencirkel met een aantal beroepstaken. Van wat doe je nou precies als professional? Je hoorde net Daniel praten over een stukje begeleiden van de jeugdigen. Wat doe je als iets wel of niet lukt? Beroepstaak 1 is bijvoorbeeld het leiding geven aan een groepje. Nou, dat zijn allemaal vaardigheden die je nodig hebt om je werk te kunnen doen.
Nou, los daarvan heb je ook de kennis nodig. Hè? We hadden het net over die theorie om te versterken. Daniel die zegt, ik ben in die vaardigheden. Nou, dat gaat dan wel redelijk goed af. Zal ik maar voor hem zeggen. Ja, dankjewel. maar die theorie eraan koppelen. Je hebt dus ook theorie nodig. En dat is een tweede cirkel. We bieden een aantal theoretische vakken aan. Hè? Jij geeft ook in zo'n module, Laura, ja, als het goed hebt. Klopt. Ja, klopt. Ja. Ik geef ze een module pedagogische theorieën. En ontwikkeling en afwijkende ontwikkeling. En dat noemen we dan de overstijgende module die nodig zijn om de beroepstaken te kunnen begrijpen en goed te kunnen doen, zeg maar. Ja, dus als ik goed begrijp, beroepsprofielen, beroepstaken worden gekoppeld aan de inhouden eigenlijk. Ja, moet je het zo zien? Zeker. Ja. We hebben vier beroepstaken. De laatste twee lagen zijn misschien nog wel belangrijker als het in de notendop verteld moet worden. En want daar is een stukje persoonsvorming, wie je bent als persoon. Er wordt continu gevraagd om verbonden te zijn met jezelf. Wie ben ik nou? Hoe ben ik nou verbonden met die ander? Hoe hou ik rekening met de dingen die al in het verleden gebeurd zijn? Hoe richt ik me op de toekomst? Al dat soort vragen. Ja. En die wordt in de binnenste cirkel gevoed door de bron, de identiteit van onze opleiding. Daar willen we ons door laten voeden in alles handelen. Het hart, handelen. Het midden, het centrum. Ja. Ja. Wat mooi. Ja, nu gaan we eens aan Daniel vragen. Koppel jij dat ook aan de theorie, de beroepsopdrachten? En hoe doe je dat dan? Ik zou wel moeten, ben ik bang. Nee, je hebt al ik zie die beroepstaken, die zie ik eigenlijk soort als praktisch als vakken. Je hebt vier beroepstaken en elke beroepstaak komt wel regelmatig terug in per periode. Er komen vaak 1, 2 of 4 terug, net toe welke periode het is. En voor elke beroepstaak heb je dus een opdracht. En die opdracht die krijg je op de school de theorie van. En dan moet je er dus thuis mee aan de slag gaan en uit gaan voeren op je werkplek. En met dat je thuis aan de slag gaat, moet je theorie aankoppelen die je weer in de colleges krijgt. Dus als je wordt gevraagd van, joh, ga nu eens een collega coachen. Maar gebruik in jouw coachtraject een plan die theoretisch onderbouwd is. Dus dan moet ik inderdaad de boek in en kijken wat zegt de boeken. En die boeken helpen mij ook. Oh, wacht even, dus deze stap moet ik doen. Maar zo verbind je het wel allemaal aan elkaar. Ja, en de week daarna ga ik inderdaad met die collega aan de slag van, joh, ik mag jou coachen. Ik wil dat zo gaan doen. Ja. En ik weet van, oh, ik heb het zo gedaan vanuit deze theorie. En ben jij dus met de beroepstaken, met de theorie, met de praktijk, ben je gewoon echt aan het leren? Ja. En dan ken ik Daniel een beetje. Daniel, die kan goed luisteren. Maar stel dat ik niet goed kan luisteren, dan heeft ook nog alles met zijn persoon te maken. Dus had ik moeten leren, hoe ga ik nou ook even stil zijn en die anderen aan het woord laten? Ja. Dus zo zie je, alles komt weer bij elkaar en dat is precies de bedoeling. Ja. Wat mooi. Er zijn inmiddels wat vragen in de chat. Ik noem er eventjes één. Ik heb hem nog niet doorgelezen, dus voor mij is die ook echt nieuw. En Johanne zegt het volgende, vraagt het volgende. Ze volgt de opleiding welzijn en wil misschien aan de slag in het speciaal basisonderwijs als onderwijsassistent. Heeft zij dan de ADPEP-opleiding nodig? Wie zou er kort op kunnen reageren? Laura? Nou, ik zou zeggen ja. We hebben net al aangegeven dat je heel erg verdiepende kennis krijgt, theoretische kennis binnen de opleiding. En zeker ook rondom ontwikkeling en afwijkende ontwikkeling van kinderen. En als ik nu kijk naar de studenten die al in het speciaal onderwijs werken, dan biedt onze opleiding echt meerwaarde. Dus ik zou zeker zeggen, ga naar de ADPEP. Dankjewel. Ja. En dat met de gehandicaptenzorg, dat sluit dat aan bij de speciaal onderwijs. Ik werk vrij nauw samen met het speciaal onderwijs. En daarin zie je ook wel dat het meer waarde heeft voor de onderwijsstudenten op speciaal onderwijs. Ja. Dus korte antwoord op de vraag van Johanne, zeker doen. Ja, absoluut. Ja, dat is de hart van de opleiding. Ja. Ja. Mooi, dan heb ik gelijk voor Evert nog een vraag. Kun je daar even kort op ingaan, Evert? Kan je vanuit managementassistentopleiding ook starten met een ADPEP? Dat is een goede vraag. Als je heel strikt kijkt naar de normen, hoe moet je binnenkomen, dan is dat een niveau 4 opleiding. Dus dat kan of een mbo 4 opleiding zijn, of een HAVO-VWO diploma. Dus dat is een strikte norm, waarbij de meeste mensen vanuit zorg en welzijn komen, of als onderwijsassistenten of dergelijke. Ja, maar dat hoeft niet altijd uit die hoek te zijn. Nee, dat hoeft niet. Wees je wel bewust dat je dan wel een beetje feeling met kinderen moet hebben, of met jeugdigen moet hebben. Maar een niveau 4 is in principe voldoende om te kunnen starten. Ja, mooi, dankjewel. Nou zijn er heel wat ADPEP-opleidingen in dit land. De Driestar heeft er daar ook eentje van in huis. En we gaan nu eens even kijken van waarom zou je nou die opleiding aan de Driestar volgen. Maar eerst wat fragmenten. Ja, ik
vond het heel netjes, heel keurig. Het was heel opgeruimd toen ik voor het eerst binnenkwam. Veel overzichtelijker of zo dan de middelbare school waar ik in zat. Ja? Ja, die was veel rommeliger of zo. Ik wilde heel graag op een christelijke opleiding zitten. En ik wilde heel graag duaal studeren. En dat kan nu hier op de Driestar. Daarom heb ik voor Driestar gekozen, ja. Ik heb best wel met docenten, met wie ik gewoon echt persoonlijk contact heb. Dat je niet een of andere student bent, nummer zoveel. Maar dat je daadwerkelijk met iemand ook buiten schooltijden om, buiten lestijden om, echt goede gesprekken hebt over onderwijs. Toen kwam ik voor het eerst binnen en toen zag ik allemaal mensen in blauwe shirtjes. Met de blauwe truien. Grote kans dat ik jou misschien zelfs wel ergens tegenkomen. Ja, dat zou best kunnen. En toen dacht ik, ah, het is hier wel gezellig. Ja, ik voel me hier wel thuis. Ja. Ja. Ik vind wel dat de docenten ook echt... hopelijk ontvangen in je les en je wil altijd willen helpen met opdrachten. Ja. En het leuke is, als je de docenten wat beter kent, dan is er ook gewoon meer ruimte voor gezelligheid en voor praatje. En niet alleen maar serieuze collegestof of zo. Ja, nou ja, ik woon nu dan in de studentenflat hiernaast, samen met een andere student. Dus ja, dat is wel een beetje mijn favoriete persoon. Shout-out naar Job Hakkensteeg. Ja, ik vind hem heel mooi. Maar andere mensen zullen zeggen dat het rommelig is. Maar goed, dan zal ik zeggen dat het de studentenkamer is. Ja, het zijn wel mooie kamers, wel grote kamers. Maar is 24 vierkante meter? Ja, zoiets. Balkon erbij, eigen badkamer, eigen keuken. Ik wil uiteindelijk ook gewoon op een christelijke school werken. Je krijgt kennis mee die je gewoon kan gebruiken voor de klas. En dat krijg je niet op elke hogeschool mee. Goeie vraag. Mijn hoogtepunt in het collegejaar is denk ik tot nu toe de werkweken geweest. Want op die momenten bond je zo met je klas en dat is echt heel gaaf. De lunch. Nou, de lunch is hier best wel goed. Ja, lekkere broodjes kroket. Lekker broodje kroket. Nee, ze hebben hier uitgebreid ook. Uitgebreid, lekker veel eten. Gezond en ongezond. Dus voor ieder... ongezond. Voor ieder wat wils, ja, tuurlijk. Het is gewoon altijd heel erg leuk. Wij kunnen natuurlijk maar één avond in de week naar school. Dus dan is het een soort... Daar kijk je wel meer naar uit, denk ik, dan als je een hele week naar school moet. Dan heb je elke keer zoiets van... Zeker na een vakantie denk ik, oh, ik heb wel weer zin om mensen te zien. Dus dat is voor mij altijd... Ja, we hebben een goede sfeer. Dat maakt, denk ik, dat... Ja, het is eigenlijk altijd. Ja. Nou, ik vind het heel cliché en het is, maar... Ja. Ja. Allebei bij studentenvereniging Semper Fidelis. Nou, dat is een prachtige vereniging. Wat heel erg handig is naar studie te doen. Veel gezelligheid, veel leuke avonden. Zoals weekenden weg. Kijk om je heen, sla je armen in één. Zing van studentengeluk dat wij hier nu beleven. Vrolijk zijn wij, altijd blij zij en zij. Nou, die gezelligheid, dat staat centraal. Dat kun je zo horen, ja. Ja. Daniel, kun je je daarbij aansluiten? Ja. Is het echt gezellig en altijd gezellig? Buiten dat er ook wat serieus dingen moeten gedaan worden, is het doorgaans wel gezellig, ja. Oké. Okay. Nee, ja, het is zeker dat gezellig. Is heel tekenend wat je daar zegt. Ja. Ik vond het ook zo mooi dat de studenten het hebben over dat persoonlijke contact. En wij hebben ook bij de AD-PEP-opleiding bijna elke week leergemeenschap. Dat is 2 uur met een halve klas. Waarbij studenten heel erg de gelegenheid krijgen om ervaringen uit te wisselen. En hele persoonlijke dingen. En dat geeft een enorme band. Ja. Ja. Er werd ook iets gezegd over een goede sfeer. Ja. Laura, hoe maak jij die goede sfeer? Of ja... Ja, je probeert er eigenlijk altijd voor de studenten te zijn. Ze komen soms wel eens even na de les naar me toe met een vraag. Tijdens de les probeer ik ook ruimte te geven voor persoonlijke verhalen. En ik kreeg een keer van de studenten terug. U vertelt ons ook persoonlijke verhalen. En dat maakt het ons gemakkelijk om ons verhaal ook aan u te vertellen. Nou, het is mooi om te horen. Ja, het is een wisselwerking eigenlijk. Ja. Ja. Nu zagen we in het filmpje ook nog 2 ADPEP-studenten. En het viel me op dat beide aangaven, tenminste dat was in het tweegesprek, van hey, je krijgt hulp bij opdrachten. Ja. Hoe gaat dat dan? Want ik kan me voorstellen, er zijn heel wat studenten. Kun je ze dan echt persoonlijk begeleiden? Ja, zeker. Ja, ik ben zelf ook SLB'er, studieloopbaanbegeleider, van ongeveer 15 studenten. En dat betekent dat je een aantal uren voor hen beschikbaar hebt, elk semester. En we bezoeken ze ook op de werkvloer. We kijken hoe het daar is, hoe ze het naar de zin hebben daar. Maar ook mogen ze altijd een gesprek aanvragen met ons als ze vastlopen met hun studie. We houden heel goed in de gaten of ze aan de doelen werken. En we zijn altijd bereid om een gesprek aan te gaan met hen. Mooi. Ja.
Nog iets opvallends, dat is ook wel iets wat aantrekkelijk is, denk ik. Het is kleinschalig. En even aan jou de vraag, van hoe ga je daarmee om met die kleinschaligheid? Want ik kan me ook zo voorstellen, je wilt veel studenten, maar toch wordt er gezegd, het is kleinschalig. Hoe, Het is mooi inderdaad. Kleinschalig, we hebben ongeveer 2 à 3 klassen per leerjaar, om zo te zeggen. Dus dat maakt inderdaad kleinschalig, kleine groep. En dat is ook iets waar we een soort van genieten. Want we hebben die persoonlijke aandacht hoog staan, hè, dat vinden we belangrijk. En als je te groot bent, wordt dat lastig. Dan wordt het moeilijk om daar zicht op te hebben. Dus door alle opleidingen op dezelfde dag, de vrijdag, te laten komen, door veel ontmoeting te creëren, is het klein, blijft het klein. Maar kunnen dus wel onze idealen nastreven. En daar, dat hoor ik gewoon terug van studenten, dat ze dat heel erg waarderen binnen de opleiding. Dus ja, dat is een kwaliteit die we willen blijven nastreven. Oké, ja. Hele andere vraag. En dan kom ik even bij Daniel. Dat is een hele praktische vraag. Moet je een scriptie schrijven? Nee. Ik ben er nu middenin. Tenminste, niet in de scriptie dan. Aan het eind van je tweede jaar, aan je je vierde half jaar, schrijf je wel je eindportfolio. Die bouw je eigenlijk in die 2 jaar op tot 1 eindresultaat. En er zit wel een assessment in waarin je je portfolio moet gaan verdedigen. Dus je moet een gesprek aangaan van waarom doe je dit zo? Maar geen scriptie. Nee. En dat is dan een soort voorgangsportfolio, dat vul je iedere keer aan? Er zijn studenten die dat doen. Ik begin zelf elke keer opnieuw. Okay. Maar dat is meer mijn eigen manier. Ja. Ik begin ook met een schone lijn, maar kijk wat ik al gedaan heb. En dan kijk ik van hoe sta ik daar nu in dan. Mooi. En Laura, ben jij daar vanuit de vak ook bij betrokken bij dat portfolio? Of alleen als SLB'er? In de eerste plaats wel als SLB'er, maar ook tijdens de leergemeenschap. Dan bespreken we met elkaar hoe het portfolio eruit gaat zien, wat er van hen verwacht wordt, wat de portfolio doelen zijn, wat de opbrengsten moeten zijn aan het einde van de studie. Dus eigenlijk wordt het heel veel besproken met studenten. Ja. Mooi. Wat ik mooi vind binnen die manier van werken is dat je niet alleen in een scriptie los je onderzoeksvaardigheden traint. Eigenlijk willen we gewoon dat je onderzoekend handelen de hele loopbaan doorgaat, ook als je straks aan het werk bent. Je denkt, hey, wat overkomt me hier? Welke theorie herinner ik misschien nog? Hoe kan ik dat de volgende keer anders aanpakken? Dus meer onderzoekend handelen dan echt een scriptie schrijven in dit geval. Dus onderzoekend vermogen zit zeker in de opleiding, maar dan wel in een andere vorm. Ja, en het is ook mooi om te zien, hè? Aan het einde van zo'n portfolio-sessie, hoe ze in het begin erin stonden en dat beschreven hebben. Daar zie je en hoe ook ze dan naar enorme groei zien. Leuk om daarin terug te lezen. Ja, dat is echt heel mooi. Ja, alleen al taalgebruik. Ik zat toen juist van mijn allereerste portfolio van vorig jaar terug te lezen. Oeh, heb ik dat toen zo geschreven? Ik zal het nu iets anders neerzetten. Maar, mooi. Dat is ook gewoon daarin een soort, gewoon een stuk valsheid of zo. Het is wel erg grappig om te zien. En je hebt je assessment natuurlijk niet gehad, hè? Dat komt over 2-3 maanden, eindassessment. Ja. Maar dat is echt een soort. Studenten ervaren een soort eindfeestje bijna om op te halen van wat heb ik in die 2 jaar wel niet geleerd. Ja, de opbrengst. Ja, dat is echt een opbrengst waar je van mag genieten. Ja. De chat staat niet stil. Er kan nog meer bij, dus blijf reageren. Ik lees even de vraag van Martine voor. En dan kijken we wel even wie als eerste gaat reageren op de vraag van Martine. En Martine zegt, ik heb ongeveer 14 jaar geleden SPW niveau 4 gedaan. Ik heb wel het idee dat het veel overeenkomt met deze studie. Wat maakt deze studie anders? Ja, dat is een mooie vraag. Ja, ik denk dat we allemaal wat over kunnen zeggen, maar... Ja, ik denk sowieso de verdieping, hè, die verdiepingsslag die je maakt. Ik denk ook niet dat het echt te vergelijken is met de oude opleiding die zij gedaan heeft, 13 jaar geleden. Is dat MBO 4 of de... SPW, hè? SPW 4, niveau 4. Ja, niveau 4, ja. En onze opleiding is toch echt een HBO 5 opleiding, hè? Dus het biedt gewoon meerwaarde. En wat we net ook al zeiden, vooral ook de pedagogische kant, die is heel sterk in de opleiding ADPEP. Ja. De waarom-vraag, hè? Waarom doe ik iets zoals ik het doe, zeg maar? Waarom? Ja, precies. Nou, en die vragen worden ook wel gesteld. Hoe zit dat nou met die verdiepingen? Wat maakt het dan niveau 5? Ja, ik geloof dat het vooral zit in de toepassing in je werk. Die heen en weer beweging, dat is gewoon heel sterk. Dat je echt al dagelijks tegen dingen aanloopt, met dingen bezig bent, waardoor je nog meer honger krijgt van hoe zit het nou precies. En ik kan iets 100 keer uitleggen, maar als je het niet meemaakt, is dat soms moeilijk om toe te passen. Dus ik denk dat het een van de dingen is die echt zorgt voor die verdieping. Dat je het echt kan koppelen aan je eigen praktijk. En ook gewoon een stukje, hoe diep ga je de stof in, hoe diep behandel je het. Niet alleen maar, dit is een bepaald beeld wat je ergens van hebt, maar hoe komt dat, wat maakt dat?
die waarom-vragen die je net noemt. Ja, dat sluit mooi aan wat Daniel net al aangaf. Ja, ja. Ja, ja. Even heel praktisch. Wanneer moet ik in de week beschikbaar zijn als ik deze opleiding ga doen? Welke dag? Vrijdag. De vrijdag. Ja, vrijdag is de studiedag. Echt overdag, dus niet in een avond. En Daniel, ik ga het aan jou niet vragen, maar er wordt hier wel de vraag gesteld van, is het te combineren met gezin, werk, huishouden? Kan dat? Dat moet je mij niet vragen. Ja, nee. Dus, maar er zijn best wel wat moeders, geen vaders, die het combineren. Ook vaders, hoor. Ook zijn vaders? Ja, zijn vaders welkom? Ook bij de andere klas? Ook vaders? Ja. Ja. Ze zijn zeker welkom, hoor. Ja, 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 ja. Ik ken ze niet. Maar, als jij zegt dat en als je die moeders zo spreekt, gaat dat goed? Dat gaat goed. Ja, vaak moeten ze toch wel een soort keuzes maken. Alsof je moet gewoon jezelf studie doen, dus daar heb je toch wel tijd voor nodig. Maar ze kunnen het. En ik vind het knap, maar ze kunnen het. En het gaat goed. Ja, mooi. Even afsluitend hier. Ik hoorde Daniel al zeggen, studielast. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig, maar... Even als je toch een beetje een indicatie zou moeten geven. Ja, een beetje schot voor de boeg. Nou, we zeggen meestal, hou rekening dat je naast de vrijdag nog 8 uur hebt om te kunnen studeren. Dus eigenlijk 1 dag hebt om echt te kunnen studeren. En daarnaast heb je dan nog je 16 uur op de werkplek die je moet hebben. Maar die 8 uur is voor de meeste mensen echt wel nodig om je te kunnen verdiepen, te kunnen voorbereiden. Dus we raden echt heel sterk aan om die 1 dag in de week echt voor je studie te reserveren. Ja, dankjewel. Laatste vraag bij dit onderdeeltje. Als ik nou twijfel tussen Hogeschool X en de 3-star, hoe ga jij mij overhalen? Laura? Nou, ik ga jou overhalen om vooral te zeggen dat we een hele mooie opleiding, een warme opleiding hebben. Daarnaast vind ik zelf ook dat we, doordat we een christelijke hogeschool zijn, dat dat een stuk verdieping geeft. Ook hoe we met elkaar omgaan, als we het met elkaar hebben in de lessen over normen en waarden. En wat ik dan ook heel mooi vind is de verbondenheid met elkaar. En die wordt ook ervaren door degene die helemaal geen christelijke achtergrond hebben. Ja, dat is een mooie. Ja, hè? Ja, ja. Juist het open gesprek. Kun je dat aanvullen, Daniel? Ja, juist. Ik heb best een aantal klasgenoten die niet kerkelijk of anders gelovig zijn. En het is heel interessant om juist in gesprek te gaan. En je zijn allemaal op een leeftijd waarin je juist dat gesprek aan kan gaan. En dan vind ik het zelf wel heel leuk om te zien dat we keuzes maken vanuit een andere achtergrond, met andere basis, maar die toch ook in de begeleiding van het kind weer op hetzelfde uitkomen. Iedereen wil uiteindelijk liefde voor het kind, of de jongeren. Dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Soms heb je echt behoorlijke gesprekken, maar dan kom je toch echt weer op het liefde uit, zeg maar. Dat vind ik erg mooi. Ja, dankjewel. Ja, en er zijn ook echt studenten die aangeven dat ze gestart zijn op een andere hogeschool en daar toch gestopt zijn en nu hier gekomen zijn en zeggen van ja, we kozen niet zozeer voor een christelijke hogeschool, maar toch goede berichten gehoord. Nu zijn we hier en we zouden echt niet meer terug willen. Het is hier een warm bad. Ja. Dus dat is ook heel mooi om te horen. Ja. Dus in 3 woorden zeggen, identiteit, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Nou, even. Dankjewel. Fantastisch. Waar moet je team blijven voor zijn, hè? Nee, dankjewel. Even het gelijk brugje naar het derde onderdeel. Studieopbouw, hoe lang ben ik bezig met deze opleiding? Als ik gewoon normaal doorloop? Ja, in principe start je in januari met de opleiding. De laatste vrijdag van januari meestal. En dan heb je 2 jaar nodig om de opleiding te doorlopen. En dan kun je in principe in januari weer afsluiten. Dus je doet er 2 jaar over om je diploma te halen. Mooi, dankjewel. We gaan even kijken naar de opbouw van de studies die er zijn. En dat doen we weer met een filmpje. Je kan het... Soms... Zo is het. Op de PABO kun je eigenlijk zelf kijken hoe lang je ergens mee bezig bent. Want de een die doet veel langer over dezelfde opdracht als de ander. Ik doe al te lang over. Ik ben een beetje perfectionistisch De neiging om alles heel groot uit te werken. Ja. Ik vind de PABO in het algemeen niet moeilijk. Nee, het is niet veel. Veel kleine opdrachten. Ja. Dat maakt het uiteindelijk wel weer moeilijk. Je moet gewoon echt een planning hebben en op orde houden. Ik vind altijd de Kuma godsdienstvakken wel interessant. Nee, daar heb ik dus echt niks mee. Maar ik vind ze ook wel een beetje stoffig soms. Ja. Maar ik vind het wel heel interessant om al die denkwijzen en zo in te verdiepen. Ja. Eigenlijk ga je nadenken, hoe komt het dat wij nu denken zoals we denken? Ja. Dat is een beetje Kuma. En dat interesseert mij dus helemaal niks.
Ja, ik vind rekenen echt niet leuk. Terwijl ik het best wel vaak moet geven. Maar als ik het moet geven aan leerlingen, vind ik het wel leuk. Maar om het te krijgen vind ik echt niet zo... Ik neem meestal zeg maar mijn studiedagen als voorbereidingstijd. Dus, en dan soms nog een avondje. Maar ja. Je ziet ook wel verschil per jaar, denk ik. Ja. Zeg maar, en ook wel per persoon. De een leert gewoon wat makkelijker dan de ander. Of de een slaat meer over dan de ander. Voor jouw opleiding met de LVO is... is dat ook zo. Ja, je hebt bij de LVO heel veel zelfstudie, omdat je natuurlijk duaal studeert. Ja. Dus je moet jezelf er wel echt toe kunnen zetten om te gaan studeren. Ja, dat is inderdaad wel echt een ding. Maar het voordeel is wel dat je het ook samen kan doen. Ik vind de overstijgende module vind ik heel erg leuk, omdat je dan helemaal die ontwikkeling van 0 tot 18, zeg maar, of juist ouder nog, dat je die helemaal meekrijgt, zeg maar. En nu ook wel de keuzemodules. Dat gaat dan echt, kan je kiezen. Bijvoorbeeld, ik heb nu lesgeven gekozen en dan Ben je daar druk mee. Ja. Oh ja. Wel leuk. Ja. Ja. Ik studeer nu pedagogiek naast de PABO, want ik merkte dat ik al iets tijd over had. En ik wilde sowieso heel graag pedagogiek nog een keer doen. En toen dacht ik, ja, waarom zou ik het niet gewoon nu gaan proberen? Heel veel vrienden van me die doen geschiedenis daarnaast. Ja. Dan leraaropleiding geschiedenis. En nee, ik vind het echt wel, het is echt een verdieping op mijn PABO-studie, vind ik zelf. Heb je een PABO 3, kan je kiezen voor het, moet je eigenlijk sowieso kiezen voor het oudere, jongere kind. Dat vond ik zelf een hele handige keus, omdat ik gewoon weinig heb met kleine kinderen. Ik heb er geen idee wat ik moet doen. Kijk of het bij je past om veel zelfstudie te doen. Maar ik vind het best een aanrader, omdat je gewoon een heel gemêleerde klas hebt. Van mensen die al heel veel ervaring hebben, die ouder zijn, mensen die net van de HAVO komen. Dat maakt het heel interessant. Dus ik zou ook zeggen, gewoon doen. Ja, ik heb deeltijd gekozen omdat ik het zelf nooit zo heel erg leuk vond om de hele week op school te zitten. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar als aankomend leraar, maar voor de klas staan is heel wat anders dan in de klas zitten. Je brengt alles direct in de praktijk en dat vind ik echt heel fijn. Dat is heel fijn, ja. Nou, weer even een mooi inkijkje in de studieopbouw. Maar het is ook best complex, heb ik het idee. Evert, ik hoor PABO, pedagogiek, ADPEP. Wat moet ik nou gaan kiezen? Wat kan ik kiezen als MBO 4? Ja, wat je moet kiezen kan ik natuurlijk niet beslissen voor je. Nee, dat moet iemand echt zelf doen. Precies, maar ik kan wel een goede informatie proberen te geven. Je ziet bij ADPEP, die is heel breed. Hebben we het net over gehad, 2 tot 18 jaar. Ja, 2 tot 18 werd net ook genoemd. Ja, dus dat is een hele brede opleiding waar heel veel verschillende mensen uit VO zitten, primair onderwijs. Nou, we hebben het hele rijtje al genoemd. En doe je bijvoorbeeld een PABO, dan richt je meer echt op basisonderwijs, je hebt de LVO. Dus dat is allemaal soort, zou je bijna kunnen zeggen, vervolgstappen. Dus twijfel je nou tussen verschillende opleidingen. Bij de AD kun je eens kiezen juist voor die diversiteit bij elkaar. Dat vinden heel veel mensen aantrekkelijk. En het feit dat je maar 2 jaar bezig bent. Dat zijn 2 pleiters voor de AD-opleiding. En, als ik je mag vertellen, dat je echt een vaste werkplek hebt. En dat was voor mij de grootste drijfveer. Vanuit de praktijk gezien. Je hebt geen stageplek. Ik heb gewoon een werkplek en ik krijg elke maand gewoon mijn loonstrookje. En dat is een heel wezenlijk verschil met op het moment dat je elk jaar of elk half jaar een ander stageplek moet zoeken. Iedereen weer opnieuw moet leren kennen, wat gewoon veel tijd kost. En ik ken iedereen, ik ken alle ouders, ik ken alle jeugdigen. En ik heb gewoon een contract. Ja, mooi. En stel nou dat ik toch dan PABO wil gaan doen, wat adviseer je dan, Evert? Eerst ADPEP en dan PABO, gelijk PABO. Kan dat sowieso, ADPEP, PABO? Ja, dat is een goede. Als mensen die vragen de volgende stellen, dan zeg ik dat wil je echt voor de klas. En denken dat je niveau 6 aan kan, dan moet je regelrecht PABO gaan doen. Hè? Want dat sluit aan op wat je dan wilt worden. Ja. Maar er zijn ook mensen die twijfelen, van kan ik dat? Lukt me dat? Is het niveau wel niet te pittig of is 4 jaar niet te veel? Nou, en dan zou je kunnen zeggen, ik doe de AD-opleiding 2 jaar. Dan heb je nog een overbruggingsprogramma van 1,5 jaar om je klaar te maken. En dan kun je dus in september instromen. Ja, dan kun je september zo weer aansluiten en instromen en kun je in 2 jaar je PABO afronden. Ja, en pedagogiek, is dat hetzelfde verhaal? Of? Ja, geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. Okay. Heb je ook een module die je dan als schakel moet doen. Korte module en daarna kun je in jaar 3 ook je opleiding vervolgen. Dus opschalen kan altijd, zeg maar. Mooie vraag in de chat die hierop aansluit. Is de opleiding net zo pittig en veel als de PABO of lijkt het meer op een MBO niveau 4 opleiding? Daniel? Ik heb ook hiervoor HBO gedaan, muziektherapie gestudeerd een tijdje. Dus ik wist MBO en ik wist voltijd HBO. En toen ik hier startte dacht ik, oh, dit is MBO. MBO 4, daar vond ik het echt meer naar 9, de eerste periode. De tweede periode kwam ik daarvan terug. En de derde periode dacht ik, het is toch wel HBO.
Dus het bouwt ook op. En dat vind ik juist heel mooi. Juist omdat die doorstroom vanuit mbo heel groot is. Zie je ook dat het start met de basis. Het sluit aan bij en heel mbo snel ga je echt de diepte in. En het niveau gaat gewoon omhoog. En daar groei je eigenlijk in mee. Dankjewel. Ja, dus dat zou eigenlijk pleiten voor de studenten die de stap naar de PABO nog gewoon een hele grote stap vinden. Hè, om dan juist die stap te maken naar HBO 5. En dat zie je ook, hè, dat ze qua niveau ook aangeven van die andere stap vonden we nog te hoog. Sommigen komen ook terug van de PABO naar ons. Ja. En dan is het voor hen heel goed te doen. En gaan ze daarna alsnog weer naar de PABO. Mooi. Ja. Ja. Je hoort in Daniels verhaal het eigenlijk van doen naar denken. Hè. Dus je sluit aan bij MBO 4, maar we gaan het wel aan elkaar koppelen. Ja. En, de verdieping. Ook een stukje verdieping erin, ja. Nu hebben we nog een paar minuten, maar toch wil iemand weten, en dat is Joanne, hoe zitten de twee jaar nou precies in elkaar? En heel precies, dat kunnen we niet, maar zou je globaal kunnen aangeven van hoe zitten die twee jaar in elkaar? En ik kijk even naar jullie alle drie. Ja. Ja, het is... Jij hebt elk semester, je hebt een jaar bestaat uit twee blokken, twee halve jaren. En twee semesters. Twee semesters, ja. En per semester behandel je twee van de vier beroepstaken in jaar één. Dus semester 1, 2, semester 2, andere 2. En die vakken, per beroepstaak heb je dan één vak. Dus gewoon het vak van die beroepstaak met daarbij de opdracht. En je hebt dan een aantal overstijgende module. Met wat Laura net al zei. Het werd ook genoemd in identiteit. Vakken. In de video, hè? Genoemd. Ja. Zou je dat even aan kunnen vullen, Laura? Die overstijgende module? Ja, je hebt dus elk semester een overstijgende module. Elk semester. En bijvoorbeeld in het eerste semester is dat over de ontwikkeling en afwijkende ontwikkeling. In het tweede semester heb je de overstijgende module pedagogische theorieën, waarin je ook de diepte gaat in de pedagogiek. Je hebt ook overstijgende modules rondom professionaliteit, professionele identiteit. En in het laatste semester kun je kiezen uit 4 keuzemodules. En ga je de PABO doen, dan kies je de keuzemodule rekenen en taal. En werk je bijvoorbeeld in de kinderopvang en wil je misschien de functie krijgen van een HBO-coach in de kinderopvang, dan ga je de 2 keuzemodules doen rondom coaching en oude betrokkenheid. Dat geldt voor mij, gehandicaptenzorg hetzelfde. En voor jou ook, hè? Ja. 3 en 4. Ja. Nou, dat is mooi, toch even in een notendop van wat je kunt verwachten. Heel kort nog even, zijn er eisen aan deze opleiding? Moet je bepaalde toegangstesten doen of wat dan ook? Ja, wat even zei, MU van 4, een niveau 4 opleiding en een werkplek van minimaal 16 uur. Precies, een werkplek van minimaal 16 uur waar die twee jaar kan werken. Maar dan geen entreetoetsen, instaptoetsen of wat dan ook? Nee, dat is inderdaad een voorbeeld. Stel dat je door wil naar de PABO, dan moet er alsnog wel. Dus het is geen sluiproute, zeg ik wel eens. Maar voor deze opleiding is dat niet nodig, nee. Dus dat is voor sommigen over... En er is een intakegesprek ook voor alle studenten die zich aangemeld hebben. Waarbij we ook één op één. Ja, waarbij we ook kunnen kijken nog met elkaar of het inderdaad voor jou de geschikte opleiding is. Als je nog twijfelt. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Nou, we zijn alweer bijna aan het eind van dit gesprek gekomen. Blijf de vragen stellen in de chat. Dat mag bij YouTube en dat mag ook via WhatsApp. Vanavond zitten Evert en Daniël gereed om 9:15 om jullie verder bij te praten. Dan ook kunnen jullie persoonlijk vragen stellen over deze opleiding. Maak daar zeker gebruik van. Wil je meer weten? Het staat nu ook in beeld. Kijk dan op de website en in de chat staan ook gegevens over hoe je meer over deze opleiding kunt vinden. Ik wens jullie heel veel succes bij het maken van de keus. Ik wil de tafelgasten bedanken voor jullie inbreng en aanwezigheid. En allemaal hopelijk tot ziens op de 3-star.